Ja, het mooie is dat dit is de eerste categorie, Michiel, strandpaviljoen. Ja. Dit is de eerste waarvan ik al drie genomineerden ken. Oh. En ik ben bij al drie een keer geweest, volgens mij. Ga je nou persoonlijke recensies nog doornemen? Ik vond ze alle drie eigenlijk gewoon fantastisch. Is dat makkelijk of niet? Gelukkig maar, ja. Anders hebben we het werk verkeerd gedaan. Ja, het strandpaviljoen, het was vandaag gelukkig weer 11 graden. Dus het gaat weer een beetje de goede kant uit, zou ik bijna zeggen. Ik ga weer een drietal genomineerden naar voren halen. En dat is allereerst Aloha Beach uit Wijk aan Zee. En die springen op volgens mij hier. Ja. Beach Club Paris uit Schaardewijken. Die ken ik zeker. En strandpaviljoen Surf and Beach uit Katwijk. Ja, dit ziet er inderdaad teleurstellend uit. Wat is de pijn met deze branche en deze sector? Wat doen zij in januari, dames en heren, als je op het strand werkt? Ja, dan ben je niet open over het algemeen. En dan zit je in een heel ver warm land soms. Dus we hebben een aantal afzeggingen gekregen. Maar goed, dat wil de pret niet drukken. We gaan hem toch uitreiken. Daarbij komt, jullie hebben de moeite genomen om hier te komen. En dat waarderen we allemaal. Dus leuk dat jullie zijn. Winnaars in elke categorie. Dus welkom. Op de derde plek. Nou ja, nee, Michiel, wacht even. Nee, met die hartslag. Want strandpaviljoen, waarom, wat heb je naar gekeken? Goeie vraag. Wat doe je naast het assortiment? He, want iedereen kan eten en drinken aanbieden. En dat kunnen jullie allemaal. En de een beter dan de ander. Maar dat doen jullie al heel goed. Maar wat doe je ernaast om mensen een andere beleving te geven? He, dus ook weer naar voren denken. Wat doe je op een slecht weermoment? En hoe zorg je ervoor dat mensen dan wel binnenkomen? Dat is de uitdaging voor jullie als ondernemers. En op die bril denken wij mee als jurylid. Mooi. Ik zeg, kom erop. Ja, durf je nu aan? Ik krijg nu die hartslag weer. De derde plek. En ik ga jullie gewoon feliciteren. Is Surf and Beach. Ja, mooi. Gefeliciteerd. Nummer 3 van Nederland, hè? Vergis je niet. Gefeliciteerd, jongens. Gefeliciteerd. Goed gedaan. Mooi. Ja, we gaan gewoon even Q&A doen met deze dames en heren van Surf Beach. Ja, wil je nog de nummers 2 en 1 en dat soort dingen? Nou ja, ik kan vertellen over dat uiteindelijk voor de statistieken strandpaviljoen Beach Club Paris is tweede geworden. En op de eerste plek is in Wijk aan Zee Aloha eerste geworden. Met de jury comment dat daarbij echt wel een nieuwe weg in wordt geslagen voor strandtenten. Denk aan een cinema voor kinderen. Denk aan allemaal andere voorzieningen die buiten het normale strandpaviljoen liggen. Maar we hebben ook gezien dat jullie vooruitstrevend zijn. En Harry, ik zou zeggen, jij bent er al geweest. Kom erop. Waarom? Ja, dat is wel even geleden. Maar het is mooi, want jij zegt vooruitstrevend. Ik zag jou gelijk driftig knikken. En dat vind ik altijd wel mooi, want blijkbaar zegt Michiel er iets wat waar is. Nee, dat klopt. Wat is dat? Nou ja, we zijn ook genomineerd voor, tenminste, wat was dat? Best van Zuid-Holland. En we hebben ook zonnepanelen sinds pas, ons hele paviljoen is vol met zonnepanelen. En we proberen zoveel mogelijk met lokale producten te werken, ook vanuit de zee, vanuit onze eigen zee. En we zijn ook met helmgras aan het roken bijvoorbeeld. We zijn heel erg, proberen we echt met onze omgeving. Super. Dat eigenlijk. Dat is mooi en dat is vooruitstrevend. Ja. Mooi. Ja. En daarom heel terecht bij de top 3 van Nederland. Ja. Super gedaan. Gefeliciteerd. Ja.